Ivo, wat details of ontwerpkeuzes die DS echt DS maken? Ja. Waar moeten mensen op letten? We hadden het over de Louvre, met de piramide, met de diamond shape. Dus de diamond shape is natuurlijk een inspiratie voor ons hier in onze light rail. Om de lampen die geïntegreerd zijn in de gekleurde bumper. Ja. Dit is echt lamp, hè? Dat is een echte lamp. En dus deze light veil, een soort veil of light. Ja, die sluier. Komt tot, ja, sluier, precies. Ja. Dat ik 30 jaar in Frankrijk, ja. Hè? Sommige woorden zijn verdwenen. Je begint met het patroon, met de diamant. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar het detail op de motorkap. Ja. Ik had het net over de binnenkant met die guillochage. Het patroon hier. Ja. Dit detail dat wij zo mooi vonden aan de binnenkant, hebben we ook aan de buitenkant gedaan. De guillochage. Ja, metaalwerk. Lekker. Ja. Maar dit komt van het wijzerplaat van een horloge. Van horloge. Een bepaalde manier om metaal te bewerken. Ja. Maar dit is een conceptcar. Dan is het heel extreem dat er zo'n strip op de motorkap zit. Dat is van ouderwetse motorkappen. Ja. Dat suggereert, hè, als je kijkt naar deze auto die asymmetrisch is. Deze kant, laten we zeggen, is een soort bolide. En destijds inderdaad, de auto's met de motor voor, ging de motorkap zo naar boven. Je kan aan deze kant de carburateurs werken, aan de andere kant aan de ontsteking. Ja. Dus dat is een suggestie van de auto's van de 30e jaren, waar dan zo'n mooie chroom zwaard, zo'n strip op zat om de scharnieren te bedekken. Ja. Dus we hebben, net zoals de spirit van DS, je hebt het vaak over DS, de klassieke DS uit 1955, wij doen geen retro design, we maken niet auto's zoals toen, maar de auto is een eeuw oud. Ja. En als auto-ontwerpers zijn we altijd geïnspireerd door wat mooi is van bepaalde auto's. Dus of de DS of een oude Bugatti die zo open gaat. En dus dat soort details, dat geeft ons dan een input om iets moois ervan te maken. Ja. En dit is het voorbeeld daarvan. Gaat het ooit zo terugzien op een productieauto? Want dit is heel uitgesproken. Ja, nou, laten we het zo zeggen. Dit is iets wat ik heel mooi vind. Dus als het aan jou ligt? Ja, als het aan mij ligt, dan zien we dat zeker. Okay. Maar het is interessant dat je dat zegt, want de mensen die kijken naar en die zeggen, maar waar komt het dan vandaan? Als je het uitlegt, dan begrijpen ze het. Ja. Dan zeggen ze, oh ja, motorkap. Ik vind het eigenlijk wel gaaf. Dus waarom niet? Waarom niet? Ja, waarom moet je een normale motorkap? Ja, wij maken nooit meer de motorkap open. Nee, dus die scharnieren, die zie je niet meer. Nee. Maar dit is wel een heel mooi detail. En dat geeft je ook een gevoel van de lengte van de motorkap. En dat geeft je ook een gevoel van veiligheid. Ja. Van deze lengte die je voor je neus hebt. Ja. Ja. Het staat ook al op de DS Performance. Ja. Maar dan zonder de guillotage. Guillotage, ja. Mijn Franse. Het was wel bewerkt met deze chamfers. Je ziet, elk onderdeel wordt bewerkt. Je ziet deze vorm. Als je ernaar kijkt, weet je niet of het hol is of juist niet hol. Is het concaaf of convex? Je hebt zin. Weet je wat het is? Als je een auto koopt. We hadden het over, is het duurzaam en zo. Wat ook belangrijk is om een auto duurzaam te maken, is dat je elke keer als je in je auto stapt, dat je zegt, oh, wow, this is cool. Ja. Je ontdekt iets. Het maakt het leven veel rijker. Je ontdekt iets nieuws. Is dat ook niet een beetje de essentie van jouw vak ook als ontwerper? Dat je dat juist, het mooi maken. De functie. Als je een onderdeel moet maken, dat kost geld. Ja. Je moet het maken. Dus je kan het net zo goed heel mooi maken. Ja, dat is ook een goeie. Ja. Je moet het toch fabriceren. Je maakt er duizenden onderdelen van. Ja. Het is zoveel investering. Dus wij willen elk onderdeel, alles wat je aanraakt, alles wat je ziet, moet schitterend zijn. Ja. En je ziet, we hadden het over dat patroon. Ja. Dus je hebt het DS-logo hier. Ja. Wat heel mooi is, hè? Want dit is dezelfde vorm van de D als in de S. Zie je? Dezelfde grafiek. En dat geeft ons, met deze diamant, hetzelfde patroon van de grill. Ja. Duidelijk. Nou, is het makkelijker om op grote, dure auto's te doen? Dus DS3 Crossback, hè? Daar komen we weer terug op deze details. Net op een andere manier geïnterpreteerd als de E-Tense, als de showcar. Bijvoorbeeld niet dat mooie chrome deel hier,
maar wel de suggestie. En waarom krijgt de DSD Crossback dat dan niet? Of past dat niet bij het type auto? Toen was het nog niet klaar. Oh, oké. Okay. Toen was het nog niet klaar. Maar het idee dat je in het midden van de kap deze vorm hebt, yeah, geeft natuurlijk structuur. Yeah. En het geeft je ook een staging van het embleem. Yeah. Dus jullie denken, wel, ik zie overal stof, maar dat is gewoon omdat hier gewoon een klein model daarachter, ja, waar we niet mogen filmen staan. Nee. Dus er wordt hier gewerkt. Dit is een studio. Dit is wel heel leuk om hier te zijn. Wij hebben al een aantal dingen gezien die jullie niet op beeld gaan zien, nu nog. Maar er is ook een deel waar ik niet eens eventjes zo mag kijken. Want dan word ik er onderuit geschopt straks. Je moet laag lopen. Nee, maar dat is wel leuk om hier in het hart van het merk te zijn. Maar interieur, maar dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Wil je even kijken? Ja. Je ziet hier dus bijvoorbeeld het kleine zusje van de DS7. Dus de DS3, Crossback. Maar die heeft dezelfde mooie manier van het leder maken. Hè? Met deze wristband. Horlogeband. Ik zoek het natuurlijk in het Nederlands. Horlogeband stitching. En of het nou een kleine auto is of een grote auto, je hebt met alle delen die je aanraakt, zelfs bijvoorbeeld de airbag is met leer gemaakt, heb je dezelfde vakmanschap, dezelfde detail. Je hebt bijvoorbeeld deze speciale stitching, de pearl stitches. Ja, want dit is eigenlijk binnenste buiten gestikt, ja, hè? Precies, het gestikt binnenste buiten. En dat is natuurlijk een heel mooi detail. En ik had het ook eerder aan je uitgelegd. Die diamond patterns zie je dus hier in het centrale thema van de commands van het dashboard. Dus dat geeft het thema van dit dashboard. Dat is een ander thema op de DS7. Yeah. En dat was de inspiratie van dit dashboard. Dus elk auto heeft zijn eigen karakter. Maar je komt weer terug op de diamond shapes en in de toggles van de toggle switches heb je weer dat guillochage op het metaal, wat uniek is. Dus elke keer als wij iets maken, komt er toch, laten we zeggen, het is een beetje het ABC van DS. Yeah. Ja, dit zijn ingrediënten die we op een bepaalde manier iets harder, iets zachter kan uitspreken. Yeah. En dat is altijd geïnspireerd door wat is mooi en wat raak je aan? Wat zie je de hele dag? Waar heb je zin om dit aan te raken? Zit dat lekker, die geventileerde stoelen? Yeah. En het is altijd iets speciaals. Het moet net iets anders zijn. Net iets anders. Zoek je dan echt met alles ook naar juist dat bijzondere? Ja, 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 zeker, zeker, zeker. Ik weet niet of je hier contact zit. Nee, er zit geen contact in. Als het gewoon is, is het geen DS. Maar het moet wel gewoon goed werken. Dat is belangrijk. De ergonomie moet goed zijn. Yeah. Dus daar wordt heel, heel hard aan gewerkt. Dat alle ergonomie perfect is. En het idee is dat je de stress uit het rijden haalt. Geen stress. Dus dat is echt een soort, ik heb het altijd over Berlin de Voyage, maar een soort cocooning feeling. Yeah. Dat je ook in DSX Intense, waar we net in zaten, dat je echt geen lawaai, alles is daar. Geen overkill met te veel informatie. Nee. En alles wat je aanraakt is mooi of zacht en bewerkt. Ja. Wat is dan het verschil met zo'n stuur bijvoorbeeld? Je had het over bepaalde hele luxe Engelse merken van Duitse, laten we zeggen Duitse afkomst. Dit is een kleine auto, maar bijvoorbeeld de airbag, die heel compact is, is afgedekt door met de handgemaakt leer. Handgemaakt? Ja, dit is met de hand gemaakt. Het stuurwiel is met de hand gemaakt, want er zijn nog geen machines die dit kunnen doen, gelukkig. Dus dit is met de hand gemaakt, elk stuurwiel. En zo'n compleet stuurwiel is ongeveer 8 uur werk. 8 uur werk om dit zo te doen. Dit zo te doen. Maar ja, dit heb je wel iedere dag in je handen. Dus het is super belangrijk, super belangrijk. Dus als jij een leren dashboard hebt, leren stoelen, wat het belangrijkste is dat je elke dag aanraakt met je handen, is dit. Ja. Je hebt geen handschoenen aan, hè, als je rijdt, normaal gezien, tenzij het heel koud is. Dus dit moet perfect zijn. Ja. Dit is een productieauto. Ik ken deze auto niet. Volgens mij komt die gewoon van de loopbaan en die is perfect gemaakt. Ja. Dat maakt het, laten we zeggen, eigenlijk een luxe artikel. Ja. Als je nagaat hoeveel werk daarin zit, als je het vergelijkt met een handtas. Hè, er zijn handtassen die kosten zoveel als een auto. Ja. En je hebt de kwaliteit van een handtas van een luxe merk, maar je hebt hem in je hand, want dat is je stuurwiel. Dus het is eigenlijk
Ja, het is eigenlijk ongelooflijk dat we het kunnen doen. Ja. Ongelooflijk. Rationeel gezien is het heel gek om dat te doen. Maar rationeel, uiteindelijk... ja, het is niet de eerste reactie van een industriële vormgever om te zeggen, zo doen we dit met duizenden exemplaren. Maar wij als ontwerpers van DS willen dat juist. Daar willen we juist iets moois voor hebben. Ja. Dat is het verschil. Nee, weet je wat leuk is? Als je deze auto zo ziet, dan heb je echt, en dit is dus echt heel gaaf, dit platform van de DS3, Crossback, je kan hem of elektrisch of met een benzinemotor, het maakt niet uit wat je hebt, maar het was een nieuw platform en we zeggen, de auto moet deze stance hebben. Het is echt een kleine crossover, hij moet stoer op zijn wielen staan, hij heeft de juiste proportie. Dit is eigenlijk mijn favorite view hier. Deze driekwart hier, misschien dat jij zo beter begrijpt als je er staat. Je hebt natuurlijk die haaienvin, die zie je. Ja. Maar hij staat goed, lekker, stoer op zijn pootjes. Dat is een omgekeerde haaienvin, toch? Ja. Een haaienvin is normaal altijd... Maar het ligt aan welke kant hij op gaat. Ja, als hij hoort achteruit rijdt, dan... Dat is heel belangrijk. Dus elke keer als we een nieuw model maken... Elk jaar komt er een nieuwe uit, 6 modellen. Het moet in dat segment... Dat daar streven we naar de mooiste zijn. Het begint met de proporties, altijd. Ja. En elk detail, alles wat je ziet, alles wat je aanraakt, moet verfijnd zijn.